Welkom bij alweer de 9e fotobespreking. Het mooie zonnetje is helaas vandaag een beetje weg. Daarom ben ik op zoek gegaan naar de zon in de foto's. En ik heb ontzettend veel prachtige landschapsbeelden van jullie binnengekregen. En tegelijkertijd zie ik ook aan al die beelden de moeilijkheid. Landschapsfotografie is misschien wel de allermoeilijkste tak van sport die er is. Waar je met een macro of een detailbeeld of met een dierfoto te maken hebt met een duidelijk onderwerp, is bij een landschapsbeeld gewoon de keuze volledig aan jou. Waar komt de boom? Waar moet de zon? Waar moet de horizon? Allemaal lastige keuzes in de compositie. Nou, zullen we daar maar gewoon eens een viertal beelden beetpakken en die eens gaan bespreken. Kijk je mee? Ik heb vier heel verschillende landschapsbeelden uitgezocht. De eerste twee zijn heidelandschappen met zonsopkomst, want de mooie grondmist zit erbij, dus in de verte zie je de zon opkomen. Dan een zon die al opkomt en dan een foto die moet beantwoorden aan de sfeer van de oude meesters. Dus vier heel verschillende beelden. De eerste twee foto's zijn van Anne Willem. En hij zegt van nou, laat ik me kwetsbaar opstellen, twee foto's insturen. En gewoon de vraag aan jou, wat is er sterk aan, wat is er misschien minder sterk aan, wat zou ik kunnen verbeteren, hoe zou ik dingen anders aan kunnen pakken. Ik vind het wel leuk om allebei de foto's even allebei al te laten zien. Dit is het tweede beeld erbij. Hetzelfde type beeld, hè. Echt die vroege ochtend op zo'n heidelandschap. Je voelt de kou van het beeld afstralen. En dat heb ik bij deze ook. Dat vind ik het mooie. Ik ben dol op sfeer. Hè. Je kunt een foto maken en dan kun je de werkelijkheid proberen te laten zien. Maar eigenlijk wil je het gevoel overbrengen. Dus niet alleen laten zien hoe zo'n heidelandschap eruit ziet, maar je wil ook vooral het gevoel overbrengen dat je daar 's morgens vroeg staat, dat het koud is, dat het stil is. En het grappige is, juist door die grondmist die erbij zit, beantwoordt dat helemaal aan dat gevoel. Hè. Op het moment dat ik zo'n beeld zie, ja, dan voel ik de kou ook al bijna gewoon tegen me aankomen. Dan voel ik het vocht en ik hoor niks, ik hoor de stilte. Voor hetzelfde geld zit hier achter mij gewoon een weg. Maar dat hoor ik niet aan dat beeld. Hè. Dat beeld roept bij mij gewoon een hele mooie sfeer op. Dus wat dat betreft, Anne Willem, zeg je kwetsbaar opstellen, twee foto's, wat kan ik eraan verbeteren? Ja, ik denk dat je ontzettend op de goede weg bent. Als ik dit beeld zie en ik zou het beeld moeten gaan ontleden, dan zie ik een heel mooi landschappelijk beeld met een hele fraaie compositie die vooral bestaat uit een hele mooie balans. Als je gewoon kijkt eerst naar de vlakverdeling in het beeld, dan zie ik links een hele grote boom en ik zie rechts een kleiner boompje en in de verte een nog kleiner boompje staan. Je hebt een soort herhalingseffect waardoor ik niet alleen bij die grote boom blijf hangen, want dat is het risico als je natuurlijk zo'n eenzame boom in het landschap fotografeert, dat het eigenlijk het onderwerp van de foto wordt. Maar juist door dat tweede boompje, wat misschien qua vorm nog wel interessanter is dan de eerste, erbij mee te nemen, blijf ik niet hangen bij de eerste boom, maar ga ik ook echt daadwerkelijk verder door dat landschap heen en neem je echt mij mee. En dat maakt het ook een landschapsfoto. Had je alleen die ene boom gehad en de rest was alleen maar een losstaand mistvlakte met een achtergrond erbij, ja, dan wordt die boom een onderwerp. En dan denk ik dat die foto behoorlijk wat saaier zou zijn geworden. Als je zegt van god, die vlakverdeling. Het grappige is, hoe kijk ik naar zo'n beeld? Ik kijk eigenlijk naar zo'n beeld alsof ik zelf op dit moment dit voor de camera zie. Wat zou ik dan doen? Zou ik afdrukken? Zou ik iets anders doen? En ik merk aan mijzelf dat ik de neiging krijg om een paar stappen naar rechts te gaan doen. Waardoor dat achterste boompje, wat nu eigenlijk, ja, voor mijn gevoel nog te ver in het midden van het beeld zit, net even wat verder weg komt van die eerste boom. Voor mij mogen ze net wat verder uit elkaar. Ik vind ze allebei net te dicht naar elkaar toe. En juist omdat ze wel als wat verder naar elkaar komen, dan wordt dat tweede boompje het eindpunt van mijn reis door het beeld. Omdat hier nu nog naast aan de rechterkant van dat kleine boompje nog heel veel ruimte zit, heb ik de neiging om van de grote boom naar het tweede boompje en daarna verder te gaan kijken. En dan kom ik erachter dat daarachter eigenlijk niet zoveel te beleven is. Ja, die hele lichte lucht van die zonsopkomst. Dus op een of andere manier krijg ik de neiging, ja, terwijl ik dit dus nu zeg, hè, dat is het leuke van analyseren van het beeld, als ik zelf een paar stappen naar rechts zou doen en ik zou mijn camera iets naar links draaien, dan krijg ik die twee bomen al verder uit elkaar, maar krijg ik dat het licht van die zonsopkomst juist aan de rechterkant van het kleine boompje terechtkomt. En als het nog weer mijn aandacht gaat trekken van waar mijn oog naartoe gaat.
Dit gezegd hebbende denk ik van nou, zo komen we langzamerhand komen we ergens. Misschien zou het een idee zijn geweest om juist een heleboel stappen naar links te gaan doen. En te zorgen dat die grote boom aan de rechterkant van mijn beeld komt. Het voordeel van iets aan de rechterkant hebben is dat je de lijn van de kijker blokt. En nu gaat de kijker vanuit de boom verder het beeld in. Op het moment dat ik iets groots aan de rechterkant neerzet, dan blokkeer ik eigenlijk de kijklijn, waardoor de kijker weer terugkeert het beeld in. En misschien was het mij dan gelukt om eigenlijk een soort gespiegeld beeld te krijgen. Het kleine boompje links, de grote boom rechts. En met een beetje geluk zou het dan gelukt zijn om het lichte van die zonsopkomst in het midden van de beide te houden. Waardoor ik als het ware echt in dat beeld blijf hangen. Nou, dit is de zoektocht die je als landschapsfotograaf hebt. En daarom is landschapsfotografie ook misschien wel de moeilijkste tak van sport. Om de simpele reden dat dat landschap ligt daar. En het is helemaal aan jou wat je daarmee gaat doen. Waar ga ik staan? Naar links, naar rechts, naar voren, naar achteren. Inzoomen, uitzoomen. Eigen keuzes die jij kunt maken. Nou, als ik nu voor de rest naar het beeld kijk zoals het nu is. Je vraagt ook van, goh, zou ik de bewerkingstechnisch nou iets mee kunnen doen? Nou, wat ik merk is dat die donkere tonen in die boom nog behoorlijk aan de donkere kant zijn. En mijn gevoel zegt dat ik dat licht-donker contrast nog wel iets mag temperen. Bijvoorbeeld te zeggen van, goh, ik haal die hooglichten er een klein beetje uit. Nou, het moet niet te veel zijn. Maar ik doe het een klein beetje de toning iets meer naar elkaar toe. Hooglichten er wat meer uit. En de schaduwpartijen er wat meer in. En als ik dan het verschil laat zien tussen beide, dan zie je dat het linkerbeeld nog een behoorlijk hard contrast heeft. Ik zal even dit wegdoen, dan kun je misschien wat beter zien. Sta ik nu zelf nog in beeld. Het linkerbeeld heeft een behoorlijk hard contrast nog, waardoor mijn blik ook behoorlijk snel richting die achtergrond gaat. Richting dat licht bij die zon gaat, maar ook richting het licht van die wolken gaat. Terwijl het rechterbeeld vind ik het net wat meer in balans, waardoor je aandacht meer in het gehele beeld blijft en niet zo snel weg is bij die donkere boom. Maar voor de rest zou ik er helemaal niet zoveel aan doen. Dus als je dit op je rolfile er nog even bij doet, heb je volgens mij een waanzinnig mooi beeld. Nou, dan ga ik naar het tweede beeld. En dan moet ik even natuurlijk dit weer weghalen. Het tweede beeld, ja, is ook van het heidelandschap. En het is een heel ander type compositie wat je hier hebt gekozen. Waarbij je bij het vorige beeld heel duidelijk de dingen in de verte hebt geplaatst, ben je hier heel duidelijk begonnen met een voorgrond. Je hebt 16 mm gefotografeerd, f11, en dat is de bedoeling om heel veel scherpte diepte te creëren, 0,4 seconden, lange sluitertijd, geeft vaak ook wat meer kleur in je beeld. En je hebt een hele geduidelijke voorgrond meegenomen, waardoor ik in dit beeld, meer nog dan bij het vorige beeld, echt het gevoel heb, waar sta ik in dit beeld? Ik voel mezelf echt in dat groen staan, tussen die heide, en dan zie ik heel langzamerhand zie ik het steeds vager worden van die grondmist die er overheen gaat. En uiteindelijk word ik geloodst door beide bomen aan weerszijden richting die zonsopkomst. Dus wat dat betreft tunnel je heel mooi mijn beeld. Ik vind het heel fraai dat je als het ware ervoor zorgt dat mijn blik binnenboord blijft. Je kunt je een beetje afvragen of de verdeling van de bomen links en rechts, of dat misschien niet iets kan. Mijn gevoel zegt dat aan de linkerkant het beeld nog wat veel ruimte heeft. En wat ik ook heel duidelijk zie, is je hebt een gradiëntfilter gebruikt. Een grijs verloopfilter. En nou, ik kan hier niet inzoomen, maar je ziet heel duidelijk aan de linkerkant een hele duidelijke donkere vlek. Ik zie daar een donkere vlek en daar een donkere vlek. Wat me heel duidelijk te kennen geeft dat jij of in de nabewerking iets aan het doen bent gegaan. Bijvoorbeeld een gradiëntfilter eroverheen hebt gezet. Of dat je gradiëntfilter zelf te laag heeft gezeten. Of zelfs te hoog. Denk even aan die fotobespreking een paar keer geleden. Waarbij ik ook liet zien bij die... Dat was gisteren. Bij die insecten. Waarbij ik ook liet zien dat je niet altijd de overgang op de horizon hoeft te leggen. Maar ik zou ook hem iets lager kunnen leggen als dat een wat natuurlijker overganggebied heeft. Dus in dit geval had je misschien zelfs nog wat lager moeten drukken. Maar in ieder geval, je ziet wat donkere vlekken. En de compositie vind ik op een of andere manier net niet lekker in balans. Het gevoel geeft een symmetrie. Hiervoor heb ik een soort halve cirkel van rood, waarbij ik aan de rechterkant veel meer heb dan aan de linkerkant. En aan de achtergrond heb ik eigenlijk dat de hele foto wat naar rechts neigt. Misschien was het mogelijk geweest om één of twee stapjes naar links te doen. Want je hebt zo'n neiging tot symmetrie, laat die symmetrie dan ook maar gewoon naar voren komen. Dat je echter een soort halve cirkel symmetrisch voor je hebt, van dat rood rond dat groene stuk. En dat in de verte ook die bomen meer, als het ware, symmetrisch in balans zijn. Symmetrie kan heel goed werken. En ik denk dat met deze, in dit
beeld wat ik hier zie, dat ik daar wel naar gezocht zou hebben. Omdat een andere manier zou eigenlijk, ja, denk ik, niet heel lekker hebben gewerkt. Wat natuurlijk ook heel erg fraai is, hè, ik heb al gezegd, ik heb een ontzettende zwak voor landschapsfoto's die staand zijn. Nou wordt het natuurlijk heel erg lastig, want eigenlijk werkt het op dit moment niet omdat ik vanuit een liggend beeld uitga. Maar als je zo'n soort compositie zou pakken, nou, dan zie je nu al dat je een hele rare vlakverdeling hebt, omdat het heel erg mal oogt, hè, op dit moment. Dan weet ik even niet uit mijn hoofd of ik hem nu echt ook 2:3, ja, het is nog steeds 2:3, hij oogt wat smal. Maar wat je nu kunt doen, als je zo'n compositie zou maken, is dat je je statief vrij hoog zet en dan vervolgens die camera helemaal naar beneden gaat kantelen. Nou, je zit met een enorme groothoek, hè? 16 mm. Nou, op het moment dat ik die op zijn kant ga zetten en ik ga dan naar beneden mikken, dan krijg ik als het ware dat onderin ik naar beneden op de bodem kijk, terwijl boven in het beeld ik recht vooruit kijk. En ik krijg een enorm extreem dieptegevoel. Een beetje zoals, volgens mij afgelopen maandag heb ik de foto's besproken van Lofoten Noorwegen, fotobespreking nummer 6. En daar zat een foto van William in, die datzelfde had. Die was ook een staand beeld gemaakt, waarbij je in het begin bijna op je landschap kijkt en in de verte er tegenaan kijkt. Dus dat is ook ontzettend mooi om met zo'n soort landschap te experimenteren. Dan zou je nog kunnen beslissen om ietsjes door de knieën toch te gaan en niet je maximale hoogte te pakken, want wat je nu krijgt is een behoorlijk groot middengebied. Je hebt hier in de voorgrond een gebied met het rood en het groen, dan heb je het middengebied wat eigenlijk mistig is en daarna begint het heel interessant te worden met die bomen daar. En dat middengebied dat wreekt zich hier een beetje omdat het vrij groot is, waardoor je die foto als het ware in tweeën knipt. Dus dan zou je kunnen besluiten, als ik ietsjes door de knieën ga, dan krijg je dat je ietsjes meer dat middengebied kwijtraakt en dan krijg je een nog mooiere overgang. Ook heel erg leuk om mee te experimenteren. Wat nabewerking betreft, de voorgrond vind ik hartstikke mooi. Ja, je kunt besluiten met een, ik zal even die crop er weer uithalen. Die we even terugzetten zoals jij hem had. Je kunt besluiten iets met die haze te doen. Ja, dan ben je een stukje van de mist ben je kwijt. Maar dan wordt de voorgrond wel iets crispier. Als je het helemaal mooi doet, dan pak je een gradiëntfilter. En dan zet je die even over de voorgrond heen en dan ga je of de levendigheid, de clarity, iets opvoeren. Misschien zelfs de dehaze een klein beetje opvoeren. Dan wordt die voorgrond net even iets crispier. Maar wederom, dat donkere, daar zou ik zeker nog even naar gaan kijken. Dat is onnatuurlijke overgang. Zeker hier aan de linkerkant is een hele onnatuurlijke overgang. En het licht van de lucht mag best wel weer een beetje tegengehouden worden. Dus als ik, nee, die en ik wilde die hebben. Dus als ik ook dit weer doe, dan zie je weer dat als ik dit nu vergelijk met het vorige beeld, en ik haal even mijn zijkant weer weg, dan zie je ook weer dat het linkerbeeld weer heel erg contrastrijk is en het rechterbeeld net wat meter en mooier in balans is. Net als bij je vorige foto zal ik ook hier beide foto's even verkleind in het artikel zetten van deze fotobespreking. Dan kun je ze achteraf nog even naar elkaar bekijken. Goed. We gaan naar het volgende beeld en die is van Christ. En Christ vertelt, ik ben geweest bij het in de Belgische Limburg, een heidegebied. En daar zit waarschijnlijk een hele mooie pool in. Nou, ook weer hetzelfde, sfeervolle zonsochtend, of zonsopkomst, zeg nou je zonsochtend, zonsopkomst, een sfeervolle zonsopkomst. Met van die damp, zo'n dampende meer, dus dat hele oranje warme ochtendlicht erbij. Ja, een geliefd onderwerp bij menig natuurfotograaf, ochtendmisjes en zonsopkomst. Bij de menig ook een guilty pleasure. Sommigen vinden het ook weer enorm kitsch worden. Ik zou me daar niets van aantrekken. Als jij hier gelukkig van wordt en menig fotograaf wordt hier zielsgelukkig van, zou ik absoluut voor blijven gaan. De simpele reden, jouw gevoel, jouw gelukzalige gevoel is misschien wel het belangrijkste wat jij in je fotografie overhoudt. Dus ik zou je vooral niet laten leiden door alle mensen die zeggen dat mistige, altijd maar dat eeuwige halleluja licht. Was ik dat zelf niet die dat ooit gezegd heeft? Anyway, ik zou het gewoon lekker doen. Gewoon blijven doen. Wat vraag jij? Van goh, ik heb nu het gevoel dat de lichtdonker contrast ook hier weer behoorlijk aan de heftige kant is. En dat klopt, je kijkt natuurlijk vol tegen de zon in. Nou, dat die zon zelf nu een overbelicht wit balletje is, zou ik me niet te veel zorgen om maken. Dat vind ik hartstikke prima. Laat dat lekker zo. De zon mag best overbelicht zijn, zolang het maar geen enorme vlek wordt. En dat is natuurlijk het voordeel van die mist. Dankzij die mist
breekt dat licht, waardoor ik echt alleen een klein balletje krijg en voor de rest een hele mooie oranje sfeer eromheen. Dus daar zou ik vooral me niet de zorgen om maken. Nou, ook hier kun je natuurlijk, en ja, het is niet zozeer van, bij elke foto ga ik dat doen. Maar als je die lichte partij eens wat oplicht, misschien de hele foto zelf wat oplicht, en dan de donkere partij wat oplicht, en dan de lichte partij weer wat tegenhoudt. En als je dan zegt, ja, nu vind ik het te contrastloos, kun je altijd een klein beetje middencontrast toevoegen. En ik denk dat je hiermee al een ontzettend stuk gewonnen hebt. Er zit nog een ander klein trucje in. En dat is namelijk de witbalans. We zijn heel erg geneigd, als we bij zonsopkomst of zonsondergang fotograferen, dat we die witbalans vrij warm willen zetten. Immers, het licht is vrij warm. Maar de grap is, alles bestaat bij contrasten. Licht bestaat dankzij donker. Zwart bestaat dankzij wit. Warm ochtendlicht bestaat ook bij de gratie van koele kleuren. Op het moment dat ik nu de witbalans eens een stukje kouder ga zetten, moet je eens kijken wat er gaat gebeuren. Nu heb ik hem dus wat koeler gezet. Dan krijgt de foto een wat blauwige uitstraling. Maar dan zie je al meteen dat die ochtendkou er veel meer in komt. Het wordt een veel kouder gevoel, krijg ik erbij. En tegelijkertijd dat oranje begint nu veel meer zichtbaar te worden. En veel duidelijker zichtbaar en de aandacht te trekken. Ik zal even de twee foto's naast elkaar weer zetten. Dan kun je dat verschil zien. Het linker foto is alles heel warm en heel bruinig. En de rechter foto is heel wat koeler gezet. En dan zie je ook dat die rechter foto veel meer die kou uitstraalt. Echt dat gevoel van die vroege ochtend. Terwijl het linker beeld geeft meer het gevoel van een hele warme, zwoele zomeravond. Terwijl het dat helemaal niet is. Dus ik vind zelf altijd in de ochtend, zet je witbalans gewoon eens een stukje kouder. Nou, het laatste wat je natuurlijk nog zou kunnen doen bij dit beeld is van, goh, in hoeverre is die hele voorgrond, is die weer van belang? Nou, ik heb het al een paar keer gezegd, als het niet van belang is, kun je altijd besluiten om gewoon eens een 16:9 uitsnede of nog meer een andere uitsnede te pakken. En dan zie je ook dat als ik nu even dit weer weghaal, dat die veel meer de breedte begint te benadrukken. Voor mij is de foto nu meer in balans. Die voorgrond was heel groot, daar was heel veel sprietjes. En ik kwam daardoor moeilijk pas tot het linkerdeel, dat eilandje, en uiteindelijk naar die zon. Overigens vind ik die balans heel mooi gekozen. Je hebt een inleiding, je hebt een eindpunt van je beeld. Dus wat dat betreft, compositietechnisch, hartstikke mooi gedaan. 16:9 uitsneden, een beetje koeler zetten. Ga ik nu trouwens eventjes een proef op de zon nemen, als ik nu weer before laat zien. En nou doet hij dus wel. Nogmaals, als iemand het weet, ik hoor het hartstikke graag. We gaan naar het laatste beeld. En de vraag bij dit beeld was, ik wilde graag de gevoel van de oude meesters laten zien. Nou, er is een fotograaf, Leen Koper, die hier ongelooflijk veel mooie dingen mee kan doen. En die doet het vooral in de nabewerking. Dus die zoekt het heel erg in de nabewerking. En eerlijk is eerlijk, hij is daar veel beter in dan ik. Dus mocht je echt zeggen van, ik wil graag weten hoe je zo'n foto omtovert tot zo'n foto van de oude meesters. Ik zou dat absoluut bij Leen eens een keer te raden gaan, te gaan kijken. Wat ik heb gezien aan dit beeld, wat natuurlijk als eerste gevoel krijgt de oude meester, is natuurlijk dat hele bruinige, hè, dat hele bruintinten. Toch moet ik bekennen dat ik het zelf, de foto, niet heel fraai erdoor vind. Omdat die wolkenlucht die erin zit, eigenlijk meer aangeeft dat het een hele donker, grauwige dag is. En als ik de witbalans juist wat wit of wat blauwiger nu ga zetten, dan krijg ik veel meer dat gevoel van die donkere, grauwe dag. Ik zal eventjes weer het verschil laten zien tussen beiden. Ik vind zelf het rechterbeeld veel meer logisch, gevoelsmatig aan de werkelijkheid. En ik krijg daar veel meer het gevoel. Links is het aan de ene kant heel warm, maar tegelijkertijd heel grauw en bewolkt. Aan de rechterkant krijg ik meer het gevoel van, oh, komt straks de hel naar beneden. Dus ik ben toch geneigd om er wat blauwiger te maken. Als ik dan vervolgens naar de compositie kijk, zie ik een rijtje met een aantal bomen. Maar ik zie ook enorme grote takken van een boom die blijkbaar net buiten beeld aan de linkerkant staat. En dat vind ik altijd een beetje wrikken. En dan krijg je iets heel persoonlijks. Hè. Er is niks zo persoonlijk als fotonabesprekingen. Sommige mensen vinden, je moet altijd wat voor je in beeld hebben. Dus ik zie heel veel tips ook op het internet verschijnen van fotografen die zeggen van, ja, heb je nou een landschapsfoto, pak dan een tak en hou die zo voor het beeld, dan heb ik een soort kadering of een soort inleiding.
Ik vraag me dan altijd af als ik zo'n beeld zie, waarom zitten die malle blaadjes voor mijn neus? En had die malle blaadjes weggehaald? Dus ik vind het juist niet fraai. Maar wat ik wel vind, als je met een inleiding werkt en je werkt met een soort voorgrond, zorg ervoor dat je gevoelsmatig in dat landschapsbeeld van alle elementen naar de andere kunt lopen. Ik moet dus als het ware kunnen zien waar alles in dat landschap staat. Immers, dan kan ik voor mezelf een soort wandeling uitstippelen door dat beeld. Deze boom staat buiten beeld. Ik heb dus geen idee waar die boom staat en die takken komen in het beeld. Sterker nog, die takken hangen ook over de tweede boom heen, waardoor ze taktechnisch in elkaar over lijken te gaan. En daardoor wordt het voor mij een heel amorf geheel. Zeker omdat de rechterkant van het beeld heel leeg is, krijg ik heel erg het gevoel dat het omvalt. De balans zit niet lekker. Wat had ik gedaan in dit geval? Misschien een paar stappen naar voren en zorgen dat die boom die aan de linkerkant nu, die hoek, dat die er helemaal uit was gevallen. Zodat je je helemaal focust op die bomen daarachter en dan ook nog gezorgd dat of ik meer had afgesneden, dat die takken er helemaal af waren geweest. Denk weer aan dat snijden, of goed of niet. Dus of die takken helemaal afgesneden of zorg dat die hele boom erop was gestaan. Ik denk zelf dat omdat er rechts niks in beeld zit en dus niet echt iets de aandacht trekt, dat ik in dit geval ervoor had gezorgd dat de hele boom in beeld had gestaan. Want dan krijg je toch een soort, als de boom helemaal in beeld staat, wordt het een soort onderwerp, een aandachtspunt. Ga je die boom afsnijden, dan krijg je het meer de neiging van een inleiding naar een landschap. En een inleiding verwacht een middenstuk en een plot en een nawoord, noem maar op. En omdat je hier eigenlijk ziet dat er geen middenstuk en een plot en een nawoord is, de rest van het landschap is vrij leeg, kun je beter zorgen dat je niet met een inleiding werkt, maar met een heel duidelijk onderwerp werkt, dat zelf de aandacht trekt en waarbij je dus meer gaat nadenken over een onderwerp met een negatieve ruimte. Snap je een beetje het verschil? Als je een voorgrond gebruikt, dan verwacht na die voorgrond verwacht je dus ook een rest van het verhaal. Ik heb niet de inleiding en hoofdstuk 1 daarnaast het boek uit. Dan verwacht je echt hoofdstuk 1, leid je naar hoofdstuk 2 en uiteindelijk naar het slot van het boek. Of je hebt een foto waarbij je zegt van nee, het onderwerp zelf is de aandachttrekker en de rest is de negatieve ruimte. Dus de ruimte waarmee jij die foto spannend maakt. En dat water is natuurlijk wel interessant, maar omdat er reflectietechnisch niet heel erg veel in te zien is, trekt dat niet genoeg aandacht om het middenstuk van mijn boek te vormen. Dus in dit geval nogmaals, ik zou zelf hebben geprobeerd om daar linksonder, daar op dat groen te zijn gaan staan. Dan had ik die boom die nu in die hoek zit er helemaal uitgelaten en had ik gezorgd dat die tweede en derde en vierde boom, dat die helemaal in beeld waren gekomen. Had ik misschien er zelfs ook voor gezorgd om laag door mijn knieën te gaan, waardoor die bomen ook wat meer boven die horizon uit beginnen te steken. Want nu zitten ze ook een beetje vastgeplakt op die achtergrond, vastgeplakt tegen die bomenranden aan. Een andere optie is natuurlijk een paar stappen naar achteren doen en dan zeggen oké, die tweede, derde, vierde boom, dat zijn de bomen die het onderwerp vormen. Maar die eerste boom kan wel degelijk een inleiding zijn. Alleen, dan wil ik ook wel weten waar die staat in mijn beeld. Dus dan had ik kunnen besluiten om daar bijvoorbeeld de stam half mee te nemen. Ook te zorgen dat de onderkant meegenomen wordt. Zodanig dat je echt fysiek ziet waar die in mijn landschap staat. Maar dan had ik wel een paar passen naar rechts genomen. Dat ik toch had geprobeerd om dan die andere drie bomen los te krijgen van die eerste boom. Misschien ook weer door mijn knieën, maar in ieder geval proberen die zoveel mogelijk los te krijgen. Losse elementen zorgen ervoor dat ik echt door mijn beeld kan lopen. Terwijl als alles tegen elkaar aangeplakt is, ja, dan ben ik aan het zoeken. Wat zou ik met dit beeld kunnen doen? Zou ik hier nog wat mee kunnen? Nou ja, buiten dat je ook hier kunt zeggen van hé, ik ga dat licht-donker contrast eens een beetje veranderen. Waardoor het iets meer in balans terechtkomt. En dan zie je dat die meteen die hele zwarte boom wat minder zwart wordt. Kan je natuurlijk ook zeggen van goh, ik zou misschien hier wel zelfs een staand beeld van kunnen maken. En laat ik die hele rechterkant van mijn beeld laat ik kwijt. En wat je nu opvalt, is door dat staande beeld, dat nu het minder wrikt. Ik kan zelfs zeggen dat ik hem nog ietsjes meer die kant uithaal. Dan zet ik echt die bomen dus vol in het midden. En in dit geval, omdat een staand beeld, heb ik ook al eerder uitgelegd, hè, een staand beeld benadrukt diepte en de hoogte. Nou, dat zijn precies de dingen die ik hier graag wil. Ik wil jou de diepte inleiden en de hoogte inleiden. Dus ik had het een beetje lastig, omdat je drie bomen naast elkaar hebt, neigt de blik toch een beetje naar rechts. Dus het is een beetje spelen dat die dus als het ware, nou, misschien kunnen we op de gulden snederslijn zetten die boom. En dat je hem zo neerzet. En dan vind ik de foto als geheel nog wat aan de donkere kant.
En dan kun je op deze manier zeggen van, hé, nu wrikt het minder, nu zit die tak nog steeds wel in beeld, maar omdat ik meer die hoogte benadruk, hou ik nu helemaal mijn blik binnen het beeld. En die hele rechte lege kant hoeft er helemaal niet bij. Je kunt zelfs nog zeggen, maar ik weet niet of dat mooi gaat worden, is dat je er een zwart-wit beeld van gaat maken, maar dan loop je het grote risico, hè, ik kan natuurlijk wel proberen er iets zo, het grote risico, dat al die takken in elkaar beginnen over te vloeien. Dus ik denk zelf dat ik daar in dit geval niet toe geneigd ben, want nou wordt het wel een heel erg amorf, vormloos geheel. Terwijl door die kleurverschillen hier, hou je nog in ieder geval dat die bomen iets gescheiden zijn. Nou, zoals je ziet, heel diverse beelden gemaakt met landschapsfotografie. En heel verschillende tips. De aankondigingsfilm was gefilmd vanmorgen door een geheel nieuwe cameraman of cameravrouw. Deze dame heeft mij vanmorgen geassisteerd. En dan zie ik jullie graag morgen weer bij... de 10e fotobespreking! Helemaal goed.